Je bent vroeger vrachtwagenchauffeur geweest, toen bij de radio terechtgekomen. En op de achtergrond altijd muziek blijven maken? Nou, de muziek is van de laatste tijd, hè. Dat heb ik niet altijd gemaakt, hè. Nee, dat is de laatste tijd is dat ontstaan, de muziek maken. Maar radio maken, ja, ik denk dat je altijd wel in de muziek zit en dat je wel altijd muziek luistert. En dat het dan ook wel iets makkelijker is, denk ik. Het was altijd een droomwens van je om een album te maken. En moest dat dan ook specifiek een truckersalbum zijn? Ja, dat moest een truckersalbum zijn. Dat is mijn wereld, nog steeds. Hè. Als ik vrij ben, zit ik ook op een vrachtwagen. En ik denk het wel. Nou, er zit heel veel ziel en zaligheid in wat je zegt. En het is, mijn eerste gevoel was van, wat zou een ander ervan vinden? Dat was het eerste gevoel. En later, en nu een tijdje verder, alleen maar positieve reacties. Dus super, echt tevreden mee.